Hoi allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik voor jullie iets soort van unboxen. En dat is de Max & More Advent Beauty Calendar van The Action. The Action heeft dus een Advent Calendar uitgebracht met allemaal make-up. Vind ik wel leuk om die te gaan unboxen, ook al is het nog geen kerst of überhaupt een van die datums. Ik ga het allemaal openen, zodat jullie kunnen zien wat er allemaal in zit. En ja, laten we beginnen. Het is dus deze adventkalender van The Action. En ik ga ze allemaal vakje voor vakje openmaken, omdat ik heel erg benieuwd ben. En als er leuke dingetjes in zitten, dan kun jij het ook kopen. Ik weet het niet. Laten we gaan beginnen. En ik ga hier beginnen met vakje 1. Godverdomme, ga eruit. Er zit dus deze nude lipstick in. En hij ruikt naar vanille. Ik zal hem even swatchen voor jullie. Dit is dus de kleur en hij ziet er best wel mooi uit. Dus ja, laten we naar vakje 2 gaan. Waar is vakje 2? Dit zijn de stickers en ik denk dat het voor op je nagels is. Dan doe je het op je nagels en dan... doe je er een nagellakje overheen en dan heb je sterren op je nagels. Heel leuk, ook al doe ik nooit nagellak op. Wat zit daarin? Als het eruit wil. Ook leuk, altijd handig. Oké, dan gaan we naar 4. En 4 is hier. Je kunt het bijna niet zien. Maar dit is dus een lipgloss. Een glitter lipgloss. En ja, leuk. Schattig. En oeh, dat is leuk. Oh, godverdomme, dat doe ik maar zo. Hoe goed willen ze dit verpakken? Dit is dus een oogschaduw. Wat schattig, met roze, oranje en paars. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dit is dus een oogpotloodje en dat is altijd wel handig. Leuk. 8. Ik bedoel 7. Zit alweer een lipstick in. Dit keer is die rood. En hij ruikt alweer naar vanille. Lekker. Dan hebben we 8. Vakje nummer 8. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Dit zijn dus van die glittertjes voor make-up looks en zo. En dan doe je dat zo in je ooghoek. En dat is wel heel mooi. Ja. Hier staat nail jewels op, maar dit kun je dus ook zeg maar op je gezicht gebruiken. Dat vind ik wel erg leuk. Dan, daar zijn we. 9. Oeh, een bronzer. Hij is wel heel donker, dat moet ik wel toegeven. Match perfect, toch? Nou, dit is dus een lippotloodje in een weer een nude kleur. Hij heet ook Naked Nude. Volgens mij past hij heel erg mooi bij die lipstift. Dus ja, dat is wel erg leuk. Altijd handig. Dan hebben wij nummer 12. Dit is dus een heel fel roze kleur. En ja, ook leuk. Volgens mij meer lipbalsem. Ja, lipbalm. Dus... dat is ook leuk. Dit is dus een blauw... hallo, blijf staan. Een blauw oogpotloodje. En ja, dit is dus wel leuk voor kerst, denk ik. Om die gekke... dit is eigenlijk meer groenblauw. Wel een hele mooie kleur. Dus ja, dit ga ik zeker proberen. 14. Dit is dus een donkerrode glimkleur. En het is wel heel erg leuk voor kerst. Ik had trouwens vorig jaar de adventkalender van de Douglas. En
die was echt gewoon voor mij. Ik vond hem niet echt leuk, want er zaten echt 20 nagellakjes in en 8, een stuk of 8 blush en dan mascara en zo. En het waren allemaal dubbele mascara en blushes. Dus ik vond hem eigenlijk helemaal niet leuk. Maar dit vind ik wel heel leuk. Het varieert heel erg. Een nagelvel. Dat is heel fijn, want ik heb mijn nagellakje opengemaakt. We hebben hier nog zo'n lippenbalsem, alleen deze kleur vind ik natuurlijk wat mooier. Want hij is iets meer aan de neutrale kant. Yay. Ja. Ben benieuwd. Oh. Een tenenspreider. Niet dat ik dat ooit in mijn leven ga gebruiken, maar... leuk. Dan hebben we nummer 18. Dit is dus een wenkbrauwpotlood en hij is niet in mijn kleur. Maar dat maakt niet uit. Het is wel leuk. Auw! Godverdomme. Gaat lekker. Nummer 19 is weer een nagellakje en dit keer is het zilver. En hij heet Shiny. Oh nee, hij heet Silver Star dus. Never mind. Hij is shiny. Een mascara. Het is dus een mascara en die heet High Definition Sculpt and Volume. Nou ja, zo dus. Dus ja, ik denk dat hij wel heel erg goed is. Nou ja, ik hoop het. Als het niet zo is, dan... Ah, een haarelastiekje. Voor mijn collectie. Yay. Auw. Alweer mijn vinger. Nu ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dit zijn highlighter drops. Ik weet dat heel veel mensen op Instagram van die highlighter drops en zo... gaan ze dat helemaal zo mooi op hun gezicht doen. Alleen bij de Action hebben ze die dus blijkbaar ook. Dus ja, dat is heel erg leuk. Ik vind het leuk. Waar zijn we nu? 21. En dit keer is de gouden nagellak in de kleur Golden Sunrise. Er zit dus echt super leuk een groot oogschaduwpaletje in. Net hadden we er ook al een, maar die is dus klein. En deze is dus gewoon full size. Heel erg leuk. Ja, laten we hopen dat het een beetje prima werkt. Nou ja, zoals jullie zien, dit was alles wat erin zat. Er zaten wat hele leuke producten bij, dat kan ik zeker wel zeggen. En nu denken jullie vast van ja, maar leuk, je hebt nu de producten. En nu? Ja, en nu vragen jullie om deze video te liken, want... bij 20 likes ga ik alle producten uitproberen. Waarom niet? In ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!